Goed, two sample t-test. We hebben twee groepen metingen. Die staan hier weergegeven in lijst 1 en lijst 2. En laten we eerst eens even kijken naar wat die metingen precies inhouden. Groep 1. Wat weten we van groep 1? Gaan we naar stad Kalk. Lijst 1. En wat weten we nou? Het gemiddelde is 7,36. Standaardafwijking is 1,80. En n is 11. Nou, de tweede groep. Daar wil ik ook graag wat van weten. Kalk 1 van Stads. Lijst 2. Dat zijn 12 metingen. N is 12. Het gemiddelde is 6,42. En de standaardafwijking is 1,56. En de vraag is nu, zijn deze groepen eigenlijk hetzelfde of niet? Nou, de alternatieve hypothese zegt van nou, hier is echt wel wat aan de hand. Kijk maar, mu 1 is groter dan mu 2. Oftewel, het gemiddelde van groep 1 ligt beduidend hoger dan het gemiddelde van groep 2. Let op, hè, we willen iets zeggen over de populatie. We doen een steekproef en dit zijn de uitkomsten van de steekproef. Nou, je ziet ook inderdaad dat die gemiddelden van 1 hoger zijn dan 2. De nulhypothese zegt, ja, maar wacht eens even, dat kun je zomaar niet zeggen. Het gemiddelde is gelijk of zelfs lager. Nou, en dat gaan we onderzoeken met een significantieniveau van 0,05. Nou, waar zit hem nou de clue bij dit soort sommetjes? Eigenlijk wil je deze twee steekproeven met elkaar vergelijken, dan moet je eigenlijk aannemen of toetsen dat die standaardafwijkingen hetzelfde zijn. Of min of meer hetzelfde. Niet te veel verschillend. Nou, dat doen we met een F-toets. Maar bij dit sommetje laten we dat even achterwegen. We gaan er even vanuit dat die varianties vergelijkbaar zijn. Nou, wat gaan we nu doen? Als dit zo is, dan zeggen we willen eigenlijk een gepoolde variantie hebben. Gepoolde variantie. Wat is dat? Dat is eigenlijk een soort gemeenschappelijke variantie. SP, hier het kwadraat, hè, want je hebt de standaardafwijking. En als je hem kwadrateert, krijg je de variantie. En die ziet er als volgt uit. N1 min 1 keer S1 kwadraat plus N1 min, sorry, N2 min 1 keer S2 kwadraat. Hè, zie je dat dit de vrijheidsgraden zijn? DF1 en DF2. Dus je gaat het aantal vrijheidsgraden vermenigvuldigen met de desbetreffende standaardafwijking van de steekproef. En dan deel je door N1 min 1, dat is de eerste vrijheidsgraad, plus N1 of N2 min 1. En dan krijg je een soort ja, gemiddelde standaardafwijking en dat noemen we dus die gepoolde variantie. Nou, als je dat uit gaat rekenen op je rekenmachine, dat sla ik hier even over, dan komt eruit 2,88. Dus je gaat deze getalletjes invoeren en dan kom je op 2,88. Goed, met die waarde kunnen we eigenlijk terug naar de test die we willen doen. Want eigenlijk wil ik die t-toets gaan toepassen. Nou, het lijkt me dat we dat hier moeten doen. En het gaat om een t-toets van x1 min x2. Dus je gaat eigenlijk kijken naar het verschil tussen die twee metingen. Nou, hoe gaat zoiets nou? Dan zeggen we eigenlijk, neem nou het gemiddelde van 1 min het gemiddelde van 2. Nou, dat kunnen we invullen, want het staat hierboven. Vervolgens zeggen we, mu 1 min mu 2, dat zijn de waardes van de populatie. Maar omdat we de nulhypothese gaan toetsen, kun je hier eigenlijk zeggen, hier volgt uit, mu 1 is mu 2, oftewel mu 1 min mu 2 is 0. He, dus er zijn mensen die zeggen van nou, ik heb hier echt een groot verschil, want 7,4 is groter dan 6,4. Nulhypothese zegt nee, het is niet zo, ze zijn kleiner of gelijk. Dan laten we even van het gelijk zijn uitgaan. Nou, daar zijn die waardes, de centrumwaardes van de populatie moet hetzelfde zijn. Dus dit dingetje kun je gewoon invullen als 0.
Dus het is heel belangrijk om die nulhypothese zo te kiezen. Want als je dat niet doet, wordt dit geen nul en wordt het een heel lastig sommetje. Want we weten namelijk niks van die mu 1 en die mu 2. He, die is niet bekend. Dus dat is even belangrijk hier. Nou, dan gaan we vervolgens delen door gepoolde variantie in het kwadraat gedeeld door n1 plus gepoolde variantie in het kwadraat gedeeld door n2. Dus die gepoolde variantie wordt ook nog eens gecorrigeerd voor de steekproefomvang. Net als bij de normale t-toets. Dus wat krijgen we dan? Dan krijgen we 7,4 min 6,4 min die 0. En dan delen we hierdoor. Nou, die gepoolde variantie was 2,88 gedeeld door, nou, n1 was 11. Plus 2,88 gedeeld door 12. Nou, en wat komt daar dan uit? Daar komt er iets van 1,41 uit. Nou, dan moeten we natuurlijk nog gaan kijken of die 1,41 in het kritieke gebied ligt. Nou, plaatje maken. Krijgen we die t-toets. Of die t-verdeling. Sorry, moet ik even deze hebben. Die t-toets, t-verdeling. Die zit hier. Heeft een gemiddelde van 0. Een standaardafwijking van 1. En ik heb die 1,41. Die zit hier. Nou, wat zou ik nou het liefste doen? Ik zou het liefste met second distribution, zou ik hier die inf t hebben. Die heb ik alleen niet. Dus misschien kan een van jullie alvast de inf t even berekenen. En dan doe je dat met, dan moet je natuurlijk vrijheidsgraden aangeven. Dat is eigenlijk n1 min 1 plus n2 min 1. Dus die df, die is hier eigenlijk 11 plus 12 is 23. Min 2, dus dan heb ik df 21. Daar moet je even mee rekenen. Nou, wat wij gaan doen, wij zeggen, nou, we kunnen ook de kans berekenen dat een t-waarde groter of gelijk is aan 1,41. Nou, dat kunnen we wel doen. tcdf, nou, dan heb ik de linkergrens, 1,41, tot oneindig. En het aantal vrijheidsgraden is hier dan 21. En dan kom ik op 0,087. Hé, wacht eens even. Die 0,087 is echt wel groter dan 0,05, hè? Kijk, want we hadden hier afgesproken een significantieniveau van 5%. Dat betekent dat het kritieke gebied eigenlijk hier ligt. Want dit is die 0,05. En als ik ga kijken naar deze kans, dit, die kans is 0,087. Dat is qua oppervlakte groter dan 0,05. Dus die uitslag van de t-toets, die 1,41, die ligt niet in het kritieke gebied. Wat is dan de conclusie? De nulhypothese kan niet verworpen worden. Prima. Dus je zegt eigenlijk, we accepteren H0. Nou, en dat is natuurlijk heel grappig. Als je kijkt van, hé, ik heb hier 7,36 en 6,4. Dan denk je, nou, dat zijn toch verschillende getallen. Je zou eigenlijk moeten concluderen dat groep 1 beter scoort of dieper is dan groep 2. Maar dat is dus niet zo. Je kunt met 35% zekerheid niet zeggen dat die waarde van 1 groter is dan 2. Bijzonder.